IJsde is ons doel vandaag, de uiterste zuidwestelijke punt van Limburg. We komen vanuit het oosten en vliegen over Mariadorp en het crematorium met het groene dak. En er wordt druk gebouwd aan nieuwe woningen. Het zal niet lang duren en dan is IJsde uitgebreid tot aan de Rijksweg. We komen aan boven Breust, vroeger een aparte kern, maar al lange tijd vastgegroeid aan IJsde. De toren van de Sint-Martinuskerk staat er al sinds 1500. En vlakbij de oude kerk het nieuwe centrumplan van IJsde, met een nieuw winkelcentrum en veel woningen voor senioren. Dan komen we boven de Maas. Op de rechteroever ligt Lanaai, of in het Nederlands Ternaaie. Het witte schip, dat ligt afgemeerd aan de IJsdense kant, is een meetpunt van de Rijkswaterstaat. Hier wordt de kwaliteit van het Maaswater, dat hier Nederland binnenstroomt, constant in de gaten gehouden. Nu komt de oude kern van IJsde goed in beeld. De Sint-Christina-kerk ligt aan een plein, de Vroenhof. En rechts zien we de Diepstraat die uitkomt op de Maas. En daar ligt het bad. Dankzij het voet- en fietsveer naar de overkant een populaire pleisterplaats voor fietsers. En dan het kasteel IJsde, misschien wel het pronkstuk. Het staat in de top 100 van de Rijksdienst voor Monumentenzorg. Het kasteel stamt uit de 17e eeuw en heeft prachtig aangelegde tuinen. Op de voorgrond ligt de buurtschap Laagkaastert en in de achtergrond zien we Lanaai. Ruim 100 jaar is het kasteel in bezit van de Belgische grafelijke familie de Liedekerken. De graaf en gravin zijn president en beschermvrouwen van Koninklijke Harmonie Saint-Cécile. In 1995 landde hier de helikopter met de koninklijke familie toen Koninginnedag werd gevierd in IJsde. Koningin Beatrix kon zich toen eerst even opfrissen in deze schitterende woning van de graaf en gravin. Tuinen zijn toegankelijk voor het publiek. Een aanrader. En dan vliegen we verder richting Maastricht en verlaten IJsde met zijn beschermde dorpsgezicht.